14 februari 2009. We zijn weer backstage gekomen in de Waardse Tempel. Alleen Lucas heeft een bandje gekregen, Thomas en ik niet. We zijn er gewoon achteraan gelopen. We proberen nu weer gewoon zo ver mogelijk te komen achter de schermen. Oké, dit zijn wij weer. We proberen weer even wat te filmen achter de trammen. We staan nu op het podium bij de DJ's en de master. Oké. En vandaag, ja, we denken natuurlijk allemaal dat we een bandje om hebben omdat we zo aan het filmen zijn. De muziek hoor je al redelijk hard. Pato González is nu aan het draaien. Oké, welkom bij vanavond de Fanta Special Crossmania. Ik sta vanavond in de Waardse Tempel met achter mij Pato González. Veel meiden achter me, het begint inmiddels een beetje druk te worden. Er zijn vooral veel vrijgezelle dames die we een beetje in de zij kunnen nemen, waar we wel een grapje mee uit kunnen halen. Het sfeertje begint nu wel een beetje te komen, dankzij deze prima kerel naast me hier ook. De muziek is heerlijk. We gaan zo naar beneden kijken wie we lekker in de zij kunnen nemen. Kandidaat gevonden. Wat is je naam? Daniek. We staan hier met Daniek. Daniek is hier vanavond met Valentijnsdag naar de Waardse Tempel gekomen. Maar dan willen we even weten waarom. Waarom ben je hierheen gekomen? Ben je vrijgezel? Nee, ik heb wel een vriend, maar die is op vakantie. Vakantie? Ja. Oké, dat zijn een mooie avond om dan toch hierheen te gaan. Ja, met vriendinnen. Met vriendinnen, nou, ik weet genoeg. Oké, nu heeft iemand jou opgegeven zometeen voor als kandidaat voor de Valentijnswedstrijd over 10 minuten. We staan hiernaast met Tessa uit Alkmaar. Overnamend in de Waardse Tempel. Heb jij al geruimd met Valentijn? Wat zeg je? Zoek jij nog wat? Heb je al genoeg met Valentijn? Nee! Hij doet niet mee. Nee. Oké, ze doet mee. Dan moet je over 10 minuten moet je dan hiervoor. Dan gaan we nu nog even op zoek naar de anderen. En dan, ik heb wel vrijgezel vriendin. Dus jij hebt nog een. Sorry? Dus zoek jij iemand of heb je al iemand voor Valentijn? Nee, ik heb niemand en ik zoek niemand. Je zoek niemand. Twee minuten daarvoor, dat zijn we doen. Wat? Heb je nou, zoek niemand, zei je, hè? Zoek niemand. Nee. Heb je nog een met doen? Is dat een vrijgezelle vriendin? Vrijgezelle vriendin. Ik hoor hier al dat jij de vrijgezelle vriendin bent. Wil jij meedoen over 10 minuten met de Valentijnsshow? Nee, alsjeblieft niet. Waarom niet? Maar zij is opgegeven en zij wil niet. Dus ze moet nee, ze moet iemand anders aanwijzen. Hè? Ze moet iemand anders aanwijzen. Ja, doe maar lekker iemand anders, ik niet. Hey, even normaal. Waarom zoek je niemand? Omdat ik nu niemand nodig heb. Ja, is ze net uit met je vriend of zo? Is ze net uit met je vriend of zo? Nee. Hoe oud ben je geworden? 22. Dan heb je al aardig wat Valentijnsdagen meegemaakt. Wat zeg je? Dan heb je al aardig wat Valentijnsdagen meegemaakt. Ja, inderdaad. En is de laatste ook succesvol? Dank u wel. Nee. Ja, succes. Waarom zoek je dan niemand? Omdat ik niemand nodig heb. Heb je ook gewoon maar één vriendin dan? Kan je die interview niet bij iemand anders doen? Hè? Kan je die interview niet bij iemand anders doen? Ja, maar er zit allemaal één rond hier op de vloer, dus dat kan op zich niet. Ik snap het niet. Op je niet in. Nou, dat was het interview. Goed, kunnen we er helemaal niks mee? Ja, ik weet niet, ze snapt er helemaal niks van. Ze verstaat mij helemaal niet. En het is gewoon een feest doen. Dus nou ja, bedankt voor het. Dus gaan. Zeg je, wat zei je nou? Is deze Valentijnsdag ook succesvol voor jou? Ja, ik vier volgende week mijn verjaardag. Ja, oké, maar in liefdesopzicht. Ja, ik heb 22 gelukkige jaren gehad.